Dat mijn nummer gelijk was. Nou, gaan we toch zeggen. Spijt me. Ik heb gescoord, hè? Hé, hey, joh. Ik heb gescoord. Nee, je hebt het. Hij had wel niet gescoord. Ja, Roy de coach hier vanuit het mooie Groningen. Ja, je hoort het goed, Groningen. Dik 2 uur gereden, maar prachtige omgeving, mooie huizen. En ja, we kregen heel veel vragen, wanneer komen jullie een keer naar Groningen? Nou ja, dan doen we dat. Ah, kijk eens dan. VV Engelbert. Ja, ja. Dag. Zijn we hier goed? VV Engelbert? Ja. Jullie zijn hier goed. Jullie zijn spelers? Zeker. Nou, dan mogen jullie rijden. Dankjewel. Succes. Yo. Kijk eens, de eerste fans staan er al. Oh, kijk eens. Lekker hoor. Broodje. Eet smakelijk. Nou, we zijn er. Ja, ja, we zijn alles even lekker aan het klaarzetten. Debutant. Jij bukt nu nog, maar ineens, kijk, op, daar is hij. Ja. Hey, stel je voor, man. Hey. Goed, goed. Ik ben Haha Emilio, je weet toch. Mannen van sketch, man van lach. Maar vandaag zijn we op de vet, je wilt zien. Het is niet meer grapje, we gaan gewoon scoren, we gaan gewoon een goede pas geven. Niks raar, man. Komt goed. Hey, gewoon last minute opgeroepen. En wat denk je? Wat denk je wat hij zegt? Ja, je kan hem overal neerzetten. Maar ik kan niet scoren. Is dat zo? Ik kan een goede pas geven, snel high. Ja. Verdedigen ook goed, maar op scoren kan ik niet. Nou, niet in de spits dan. Lekker man. Hé, hey, jou hoor. Ze hebben hier de dugout aangepast. Hebben ze wat schuimrubber op die bal? Want dan is die onze dugout kopper. En als je niet meer weet, hier komen de beelden. Alweer. En dan let op de dugout. Een bijzondere kopbal, het is blijkbaar even wennen weer voetballen. Met speler en dugout gaat het gelukkig prima. Lekker man. DJ dugout, hè? Ja, DJ dugout. Lekker man. Like op SoundCloud. Zeker. Alles top geregeld. Drinken is er. Shirts liggen alvast klaar, maar we gaan natuurlijk eerst in de inloopshirts. En hier gaat het gebeuren. Ja, dit is het veld, daar staan de fans. Kijk eens even hoor. Daar staan ze te juichen. Ja, de eerste fans zijn er al. Het veld ligt er prima bij, wordt zo meteen officieel geopend. En we hebben zowaar een wedstrijdmascotte. Jazeker, kijk eens even. Een echte wedstrijdmascotte. Kijk eens even zeg. Hé, hey. Ja, Oliver, hé. Hey. Wow. En dat is een echte Eredivisiebal, hè, dit. Kijk, de officiële Eredivisiebal. Ja, doe maar een trucje dan of zo. Hey. Maakt niet uit. Hey, lekker hoor. Yay. Kijk eens. Nou, als we wissels nodig hebben, dan weet ik het wel. Dan gaan we hem erbij halen. Ik zal eens even een rondje langs de fans gaan hoor. Kijk eens even. Daar zijn ze. Fanatieke aanhang van VV Engelbert. En het blijft droog jongens, dat is ook niet verkeerd. Dus volgens mij zijn de eerste fans, die zijn er al. Ik hoor jullie niet. Heet je zin in? Ja! Was er een trusje? Lekker man. Ga hier op voetballen jongens. Alles goed? Kijk, knolpower. Ja, Enzo is in Italië, anders had hij meegedaan. Ja. Lekker hoor. Maar het veld ligt prima bij jongens, kijk eens. Hé, hey, mooi hoor. Voetbalshop Groningen zit hier ook jongens, kijk eens achter de goals. Ja, dit wordt top. Uitverkocht, 750 man, petje af. Voor VV Engelbert. Ik ga gauw naar de kleedkamer die jongens opzoeken. Ah, en er zijn nog wat meer fans, dus alleen ja, die muziek. Hey. Yeah. Ja. Groningen is best ver, hè? Ja, maar dat is niet het doenbaar. Hij zit aan de koffie. Een uur en 50 minuten, hè? Holy shit, zit aan de koffie morgen. Denk je de navigatie, waar is het eigenlijk? Holy shit!
Goedemorgen. Je bent wel van Volendam, hè? Ja. Lekker, man. Hey, maar wel weer met het publiek. Ja. Ja, lekker. Nou, een warming upje doen en dan wedstrijdballetje zo. Lekker hoor. Ja, zojuist is het veld officieel geopend door de wethouder van Groningen. En inmiddels zijn we begonnen aan de warming up. Daar staan de tegenstanders in echte Groningse kleuren. En ja hoor, kijk eens even. Hier is hij hoor, de snelste man van het veld. Hij gaat 500, ongelooflijk. 500 kilometer per uur. Shade is er. En onze mascotte natuurlijk. Penalty nemen zo op Noah. Ja. We zijn er klaar voor. Heerlijk hoor. Uitverkocht. Lekker hoor. We gaan het niet zeggen. In de kou hè. Dat mijn nummer gelekt was. Nou, gaan we toch zeggen. Spijt me. Shade, als je dit terugkijkt. Spijt me. Ja, jullie hebben natuurlijk meegekregen van Berghuis, dat was Berghius. Dan heb ik een geintje uitgehaald, niemand weet het, dus we gaan het ook niet verklappen. Maar kijk eens wat hier staat. Hier staat Boemra in plaats van Boerma. Calvin weet ik niet, ik ga ook niks zeggen. Dus we gaan gewoon, we zeggen niks. Hé, Sergio, we zeggen niks hè? We gaan niks zeggen. Denk je dat hij doorheeft? Ik denk niet aan het begin. Ik denk misschien ergens een wedstrijd een keer. Soms misschien moet iemand dat zeggen. Dat zou ook kunnen. Want als je hem op je rug hebt, ja, dan zie je het ook niet meer, hè? Nee, dat is het ding. Maar we gaan niks zeggen. Nee, wij zeggen niks, maar ik denk dat zo meteen de kinderen langs het veld gaan zeggen. Ben benieuwd. Boemra in plaats van Boerma. Ja, daar gaan we hoor. Lekker hoor. Voor de derde keer op reis mijn broek naar beneden getrokken. Jawel. Check de samenvatting natuurlijk. Link hieronder. Het vuurwerk gehad. En, we moeten wisselen van kant. We gaan wisselen van kant, jongens. Lekker hoor. Over en weer kansen. We gaan nog 0-0, maar dat is van een potje. De publiek zit er helemaal in. Kijk. Kijk eens even zo. Oh. Oh. Oeh. Ja, het gaat lekker hoor. Gaat lekker. Het is wel lekker warm trouwens. Het is niet, blijft droog, maar het is best benauwd. Watertje af en toe. En dan gaan we er zo zelf ook even in. Ja, je kent toch wel die briefjes die al die coaches elke keer geven. Nou ja, Rikkie heeft zojuist een briefje gekregen. Rikkie, wat staat er eigenlijk op? Het is een beetje geheim eigenlijk, maar voor jullie, jullie mogen het wel even lezen. Ja, dat was lang genoeg. Nou, die gaan we dus zo een slot aan geven. Nieuwe tactiek. Het klaar, moet je nog warm lopen? Nou, ben je gek. Als ik warm loop, ben ik al klaar gelijk. Wat heb ik nou geregeld? Je eigen glas. Met je naam erop. Ja, nou. Het is koud hier. En het is ook gewoon echt koud, man. Jezus, fuck. Hij wacht of niet? Ja, de rest moet zeggen voor de trainer. Maar die aandacht kan die niet aan. En daarom is het niet lekker. Ik kan een zoom verkopen aan die kinderen als we willen. Maar we hebben nog een penny, of niet? Ja, niet van dit. Ja, dat wil je weten. Fuck, die komt er. Wil je stift hebben? Ja, graag. Kijk. Godverdomme. Ik heb er vervolgens bij opstaan. Volgende fles! Lekker. Wel klaar, vies? Niet schudden. Het is geen moment. Schudden, dat houdt hij niet vol. Volgende fles. Hier droog je niet zo weg. Wat is er al die flessen gebeurd? Hij is even seconden weg. Kijken, zo. Bam! Schudden buiten.
is het. Ja, we gaan. We gaan buiten schudden. Oh, je mag door hoor, je mag door. Pels heeft altijd voorrang van links. Oh ja, oké, okay. Dan zal ik op. Ik zou pas gaan schudden buiten. Hey boys. Ik moet gewoon hier staan. Sorry. Hey. Ja, tuurlijk. Wacht even. Hey boys. Ja, dan eindig ik de vlog maar hier. Want, je begint de vlog hier? Nee, ik eindig. Het is het einde. Het is het einde. Ja? Ik heb batterij ook bijna leeg. Ja, ik zie het. Jongen, jongen. Hoi, dag. Nou, bedankt voor het kijken en zo. Ja, like, abonneer. Anders ben je geen voetballer meer. Sani! Waarom? In de afgelopen 5 jaar heeft hij ook gewoon nog geen enkele keer meegedaan. Nee, hij wil gewoon wedstrijd spelen. Maar hij wil wel een keer coachen. Hij zegt, ik wil wel een beetje 5 minuten meedoen. Dus, dat is een leuk idee. Als je kijkt, gaan we regelen. En wat vinden jullie ervan om een keer penalties te nemen? Wat zijn dat? In de rust? Ja, in de rust penalties. Dan moet je gewoon bij de volgende wedstrijd naar nou, ja, rust. Ik heb gescoord, hè? Hé, hey, joh. Ik heb gescoord. Nee, je hebt het. Hij heeft wel niet gescoord. Dankjewel.